hou van Holland omdat Haarlem de mooiste stad van Nederland is. Wij houden van Holland omdat we steeds gezellig een weekendje weg kunnen. Omdat Willem-Alexander een te gekke koning is voor ons met zijn baardje. Omdat wij het beste zorgpersoneel hebben van de hele wereld. Ik hou van Holland, je aan de Zuiderzee. Hartelijk welkom bij Ik hou van Holland. Een gloednieuw seizoen in een wel heel vreemd jaar. Corona, we kunnen het woord eigenlijk niet meer horen. Maar het is de harde realiteit. En voor ons betekent het dat we helaas voorlopig afscheid hebben moeten nemen van die twee grote, gezellige, ramvolle tribunes. Dat kan gewoon niet in deze tijd. Maar wat gelukkig niet veranderd is, is dat we ons vanavond weer schaamteloos op allerlei nutteloze spelletjes storten. En op de Hollandse meezingers. Zoals altijd vertolkt door onze waanzinnige I Love Holland Band onder leiding van Ronald Kool. En voor die hele oplettende kijker die denkt, goh, die zangers die zitten toch niet op anderhalve meter van elkaar. Dat klopt, maar ze worden elke keer eerst getest, dus dat is helemaal oké. En voor diezelfde oplettende kijker, ja, dat is inderdaad Edwin Evers achter de drums. Die wilde er ook eens even uit. Daar zit hij, geef hem een groot applaus. Ed, leuk dat je er bent. Nou, groot. Groot, klein applaus. Ik heb hier wel een knopje voor een groot applaus, want het ontbreekt toch een beetje. Dat is voor Edwin. Veel makkelijker. Goed, en dan de teams. Uiteraard met uitsluitend topspelers, intellectuele zwaargewichten die hier staan. En die laten zich aansturen door twee captains met unieke kwaliteiten. Jeroen van Koningsbrug en welkom in ons midden, Leo Alkemade. Ja, Leo, jij vervangt je goede vriend Guus Meeuwis. Ja. En ja, ik neem aan dat jij alle 16 seizoenen even teruggekeken hebt om lekker in te leven. Ja. Heb je al een tactiek voor ogen of laat je het gewoon een beetje op je afkomen? Nou, ik heb het er natuurlijk met Guus ontzettend veel over gehad hoe ik dit moet aanvliegen. Ja. En ik ben er nog niet helemaal over uit. Nee, maar het probleem bij Guus lag eigenlijk altijd een beetje bij het rad. Het rad, ja. Ja, en want daar heeft hij me wel op voorbereid. We hebben heel veel ratje gedraaid. Je hebt in Tilburg een kroeg waar je kan draaien aan een rad. En dan staat erop wat je kan drinken en of je moet betalen of dat je het krijgt. En ik moest steeds betalen. Guus die kreeg het dan. Dus in die zin ben jij dan een beetje de Guus van de avond. En heb ik dan verloren. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Zo moet ik het eigenlijk zien. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat doen vanavond. Wie heb jij meegenomen om die eerste overwinning op je te schrijven? Ja, nou ja, ik dacht die eerste. Dan moet ik meteen wel eventjes met twee knallers binnenkomen. Nou ja, onder de favorieten in mijn telefoon stond natuurlijk Gabi Blazer. De mooie, meest begeerde, vrijgezelle dame van Nederland. Wellicht. Ik heb natuurlijk alles gevolgd op Videoland met de bachelorette. En ik vond het fantastisch. En we hebben trouwens onlangs een film opgenomen met z'n tweeën. Oh ja? Nou, niet met z'n tweeën, met veel meer mensen erbij. Maar dat is een hele rare film misschien. Maar zou je een film met mij alleen op willen? Nee. En die komt in oktober in de bioscoop. Dames en heren, Gabi Blazer! Dit is Dennis Wening, Linda. Ja, ik ken hem. Dennis en ik, we go way back. Way back. Grote vriend Dennis Wening. Wij delen eigenlijk dezelfde liefde voor fietsen. Dennis heeft ook een racefiets. En, ik ben al één keer geweest. Hij is al één keer geweest. Geef hem een groot applaus, hij is al één keer gefietst. En wat nieuw is, ik zei het al, we hebben geen tribunes vol feestelijk uitgedoste fans. In plaats daarvan spelen de twee teams voor een leuk gezin of een club mensen die samen een huishouden vormen en dus dicht bij elkaar mogen zitten. Leo, wie zit er achter jou? Voor wie spelen jullie vanavond? Ja, dit is een beetje gekke familie, want het is eigenlijk geen familie. Het zijn vrienden van elkaar, Rijmer, Sari, Bas en Anouk. En Bas en Sari, die waren al bij elkaar. Ja. Maar Rijmer en Anouk, die gingen op wereldreis. Ja. Maar die zaten halverwege Australië en die moesten terug. Diezelfde corona als jij net vertelde. Wij waren in Sydney en toen werden we gerepatrieerd door
KLM. En had je geen huis, geen baan, niks meer? Nee, dus het idee was leuk en de uitvoering was minder. En toen bij elkaar in huis beland, begrijp ik. Ja, we moesten eerst 2 weken in quarantaine. En toen waren zij zo lief om ons in huis te nemen. En we zijn eigenlijk nooit meer weggegaan. Wat gezellig, hè? Ja. Ja. Jullie spelen heel veel spelletjes, heb ik gehoord. Klopt. En dan moet Bas een T-Rex nadoen. Ja. Nou, daar gaan we. Ja, je moet dan zeg maar... Wacht even. Je arm in je t-shirt doen. Ik weet niet of mijn t-shirt hier groot moet doen. Oh, jee. Wel, vast wel. Nee. Oké, nou, geweldig! Oké, dan pikken we het toch maar even mee. Ja, zo is het. Ja. Als dat niet vaar wordt. Jeroen, ik ben ontzettend blij om je te zien. We hebben elkaar lang moeten missen. Hoe ben je die maanden doorgekomen, joh? Ik heb, niet in mijn eentje. Nee, okay. Lekker met mijn gezin. En ik, ik vond het wel best. Ik dacht, en hoe was het leven zonder applaus? Zonder gelach om je grappen? Ik heb die van jou even geleend, die knop. Maar bijna niet gebruikt. Nee, ik moet zeggen, ik vond het ook wel. Het was een soort verplichte vakantie. Dus dat is natuurlijk heel dubbel. Want ik zou ook een voorstelling gaan spelen die ook niet doorging. Dus ja, je zit thuis. Dus gewoon wachten. Maar goed, nu sta je weer hier. Ja. Met 2 hele leuke gasten. Ja, zeker. Zal ik Ga je nu we er toch staan. Ja, precies. Nou, naast mij, acteur, presentator, zanger, danser, acrobaat. Danser. Okay. Die man kan bijna alles. En wat hij niet kan, doet hij net alsof hij het kan. Dames en heren, Patrick Martens. En aan de andere kant, ja, schrijfster. En dat 20 keer, want ze is 20 jaar... Oh, hou op, Linda. 20 jaar jubileum. Ja. Dit jaar. 20 jaar schrijfster. Ja. Dat is toch te gek? Ja. Oh. En nieuw boek in november. Ja, jubileum moet je natuurlijk een beetje vieren. Precies. Lastig in deze tijd. Ik dacht, weet je, ik schrijf gewoon weer een boek. Dat is de... Hoe heet het? Moeder, dochter, minnares. Een ode aan leven, liefde en lust. Gewoon een korte titel. Hele kort pakkende titel. Hashtag. Titel heb ik er een maand over gedaan. En toen dacht ik, nou, nu de rest. Nu heb ik hem. Alles wat ik eigenlijk gewoon nog echt een keer wilde opschrijven... Staat erin. Ja. En wie zit er achter jou, Jeroen? Nou, ik ben dol op families, altijd geweest. Ik ben dol op families, altijd geweest. En deze familie, meteen dacht ik, die moet ik bellen als we weer dit gaan doen. Nou... Hier zitten ze. En dan heb ik het vooral over Mirjam en Arjan. Die waren ooit in China. En toen kwamen jullie terug. De meeste mensen nemen dan, weet ik veel, iets leuks mee uit dat land. En jullie nemen 2 kinderen, namen jullie mee. Vertel eens, Arjan. Wij wilden heel graag kinderen en die konden we zelf niet krijgen, biologisch. Dus we zijn voor adoptie gegaan in China. En toen klein Helene is gekomen in 2000 en in 2001 kwam Margot. En jij... Jeroen, goede naam trouwens. Ja. Wanneer ben jij gekomen? 2004. 2004, toen waren jullie alweer in Nederland. Dat klopt, ja. Ja. Nou ja. Kijk, ze weten dus alles over choreografie, aardrijkskunde, alles. Dus daarvoor heb ik ze bij me. Goed, want jullie mogen een beetje voorzeggen ze nu en dan. Hè? En wie weet een paar leuke prijzen meepakken. Welkom, familie Simmering. En net als vroeger valt er iets te winnen. En we hebben echt wel uitgepakt. De winnende familie gaat namelijk naar huis met... een prachtige barbecue. En die doet alles, behalve de alwas. 4 branders, een thermometer, een elektronische ontsteking. Echt. En Anouk, hij is zo groot dat als je hem wint, kan je er bijna in gaan wonen. Mocht je ooit weg moeten. Daarnaast hebben wij dit seizoen nog een leuke verrassing. Na elk spelletje is er een extra prijs te verdienen voor de families op de tribune. Allemaal dingen die in deze malle tijd heel goed van pas komen. We beginnen met een lekker stressvol potje. Geen ja, geen nee, geen . Het team dat deze ronde het beste speelt, sleept meteen het eerste prijsje binnen voor hun familie. En dat is heel handig voor een eventuele volgende lockdown. Het is namelijk 500 rollen milieuvriendelijk toiletpapier. 500 rollen. 500 toch minstens anderhalve week gratis naar het toilet. We zetten 90 seconden op de klok. Je start altijd met 5 punten op de teller. En elke ja, nee of utje kost je 2 punten. En bij 3 fouten dan is het finito. En een stilte die langer duurt dan 2 seconden telt ook als een fout. En Leo, aan jou de vraag. Gaat Dennis daar zitten of krijgen we Gabi in de stoel? Nou, ik heb er ooit zelf 4 seconden in gezeten. Oh ja? En toen ging het mis. Dus ik denk dat Gabi het voor ons moet gaan doen. Dennis, wat jij? Denk je? Ik denk het wel, ja. Ook omdat het veel leuker is om naar te kijken. Ja, dat vind ik wel. Daar ben ik het wel mee. Oké.
Een klein lachje. Goed. Nou, Gabi, kom zitten. Ik ga het doen. Heel veel succes. Ik mag niet te dichtbij je staan. Ik zoek even mijn precieze 1,5 meter stek. Dat is hier. En zoals ik al zei, 90 seconden. Geen ja, geen nee, geen we doen het licht uit. En de spot aan. En ik wens je heel veel succes, Gabi. Dank je wel. Wat staat er de komende tijd in jouw agenda? Oh. Ik heb net vakantie gehad. Was heerlijk. Ik ben een week weg geweest. Waar naartoe? Frankrijk. En nu is het weer tijd om aan het werk te gaan? Zeker tijd om aan het werk te gaan. Meteen weer eigenlijk. Ik wil het ook nog even over de Bachelorette hebben. Ik heb alle afleveringen gezien. Enorm genoten. Maar waarom Joey en niet Niek? Waarom Joey en niet Niek? Ja, Niek was toch ook heel leuk? Ik vond Niek heel leuk. Maar? Ik kwam er te laat achter. Dat Niek leuk was. Dat Niek leuk was. Ja, dat was een utje. Dat geeft niet. We gaan door. Het heeft niet heel lang geduurd met Joey. Toch? Het heeft zeker niet lang geduurd. Hoe lang? Helaas, helaas. Over hoe lang hebben we het? Een paar dagen? Toch wel een paar weken. Oh, een paar weken nog paar wel. Weken. Oké. De coronatijd heeft niet echt meegeholpen. Maar... En de ware geruchten over iets met een autocoureur... berust dat op waarheid of is dat allemaal onzin? Dat is onzin. Dat is onzin. Er is geen autocoureur. Het is ongelooflijk wat er gebeurt na zo'n groot programma... omdat mensen echt in je nek hijgen. Dat als je meteen met iemand staat of een wijntje drinkt... dan. Ja. Ja, is het meteen trouwe kinderen, alles erop en eraan. Nee, niet afleiden, nee. Dit is de tweede keer dat je meedoet aan Ik hou van Holland. Dit is de tweede keer. Toch? Vorige keer zat ik bij Team Jeroen. En toen? Heb je toen ook in deze stoel gezeten? Toen heb ik niet in deze stoel gezeten, dat wilde ik wel graag. En nu eindelijk is het zo. Je doet het hartstikke goed, hoor. Ja. Ik zit de hele tijd... Is heel goed. Het is op. Ja, netjes. Heel goed, Gabi. 3 punten heb je gescoord. Ja, echt. Je hebt maar 1 utje. Ja. Dus je mag weer op je plek. Had jij een applausje in die en dan, kop? Oh, nou, jawel, hoor. Wil ik best doen. Hey. En Jeroen. Leuk, op. Vertel maar wie jij op de kruk gaat zetten. Goed. Ja? Ik ga toch, Patrick. Patrick? Ja. Ja? En als we niet winnen, is het in ieder geval leuk. Nee. Ja, precies. Snap je? Dan kom maar zitten, Patrick. Niet eng? Nou, ik vind het wel meteen spannend, ja. Ja? Nou ja, je mag nu nog ja zeggen. Ja, nee, dat mag allemaal. Je mag het nog, hè? Ja. Even wachten, we gaan het licht uitdoen. We doen de spot aan. En doe je best voor de familie op de achtergrond. Ja, want die willen die toiletrollen, denk ik. Schiebering! Ja, oké. Daar gaan we. De tijd loopt nu. Ik las ergens dat jij het moeilijk vindt om mensen iets te weigeren. Dat klopt. Want, dus je kan geen nee zeggen? Ik... Ja. Ik vind dat woord best wel lastig, ja. Waarom? Ja, daarentegen heeft hij geen enkele moeite mee. Goed, laten we het over iets anders hebben. Over relaties. Hoe staat het met je liefdesleven? Niet goed. Niet goed. Er is niks. Er gloort niks aan de horizon. Niks. Nee? Niks. Zit je wel eens op een dating site? Ja. Oh! Nee. Oh! Nee. Oh. Nou, vreselijk dit. Ja. Oh. Dit was hem. Maar wel leuk. En dat had ik beloofd. Het was een beetje zoals jij het in ieder geval. Het was nog goed ver tegen mij. Goed, sorry. Ga maar lekker staan. Jullie hebben helaas 0 punten. En dat betekent dus dat dit eerste spelletje gewonnen is door een team van Leo. En er 500 toiletrollen naar de families in Utrecht gaan. Gefeliciteerd. Eerste prijs is binnen. Een bidet. Dus dat goeie komt prijs. Goed. Ze hebben het niet nodig. Hebben ze helemaal die spoelen nodig. Alles. Ja, joh. Goed. In de Nederlandse voetbalstadions is het ten strengste verboden. Maar hier mag het gewoon. Zingen. Alleen moeten we eerst nog even raden wat we dan gaan zingen. En alleen als de titel en de artiest kloppen, scoor je 2 punten. Dus pas drukken als je allebei weet. En jullie mogen helpen. Dus als jullie het liedje herkennen en weten wie de artiest is... gil het, hè? Schreeuw het. Gil. 2 punten zijn belangrijk. Ronald, ga je gang. Je kan alles in één klap goed maken. Ja, Rutger Kot, Hemel en Aarde. Nee! Of was het die andere? Dat is van het Cilia Romli. Het is Rutger Kot met Vrede. Dus de punten gaan naar Leo. Ja, goed.
zingen. Maakt niet uit. Was bijna goed, Patrick. Ja, ja, ik vond bijna het goed. Al goed. Huh? Ja, Silio. Ja. Oh. Goed, we kijken even naar de tussenstand. Jeroen heeft helaas nog niet één punt gescoord. Nee. Maar ja, alle begin is moeilijk. Precies. Ja. En dat geldt trouwens niet voor Leo, want die heeft al 5 punten met zijn team. Nog meer wc-papier. We gaan verder met een lekkere meezinger. Als je de titel en de artiest weet, scoor je 2 punten. En jullie mogen weer helpen. Hè? Als je het weet, roep het alsjeblieft. Handen bij de knoppen. Ronald. Hij is van mij. Van mij. Wat is dit nou? Gabi was sneller. Ja. Die van mij is de volgende. Hij is van mij. Van wie? Maan. En? Ronnie Flex. Nee. Het is Maan en Tabitha. Dus mag dit niet goed rekenen. De punten gaan naar jullie. En we gaan hem even zingen. Hij is van mij. Hij zegt dat ik alles voor hem ben. Dat ik hem het allerbeste ken. Dat hij aan mij denkt op elk moment. Hij is van mij. En maakt niet uit wat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe hem het beste. Ja. Nu we zo lekker hebben gezongen, kunnen we best gaan spellen. En ik begin meteen met de opbrengst. En dat is een stukje slaapcomfort. De familie achter het team met de beste score krijgt een geweldig kussenpakket. Met voor iedereen een heel goed, nieuw, zacht kussen om op te slapen. Lekker. Jullie moeten gezamenlijk spellen, analoog, om en om een letter. En als er een fout wordt gemaakt, krijg je van mij meteen een nieuw woord. 90 seconden op de klok. We beginnen bij Gabi en het team van Leo. Veel succes, jongens. Blijf rustig. Denk goed na. Daar gaan we. De tijd loopt. Quarantaine. Quarantaine. Q. U. A. R. A. N. Ja. T. Nee. A-I. Het is een AI. AI. Quarantaine, niet quarantine. Nee, kantine. Kantine. Ja, kantine. We zaten net in de kantine, maar niet in quarantaine. Goed, nieuw woord. Ja. Muesli. 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 M. U. E. S. L. I. Ja, goed. Staatssecretaris. Staatssecretaris. S. T. A. A. T. S. R. Nee. Nee. Nee, staatssecretaris. Oh, shit. Volgende woord. Cadans. Cadans? C. Ja. Oh. A. D. A. N. S. Ja, goed. Vief. Vief? Je bent zo lekker vief. F. Nee, V. Oh. Dat is bacillen. Bacillen? Bacillen. B. A. C. C. Nee. 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 I moest het zijn. Ik ben hier supergoed. Rugbier. Rugbier. R. U. G. B. I. Nee, Y. Ah. Bikinietje. Klein bikinietje. B. I. K. I. Oh, jammer. Want bij bikinietje waren jullie lekker op weg. Maar die hebben jullie niet af kunnen maken. Oh, wat lastig. Jullie hebben 2 woorden goed gespeeld, jongens. Nee. Dat was lastig. Nee? Ja, ik zag paniek in Leo's ogen. Echt waar. Dat is ook zwaar. Ja. Was je goed in spellen vroeger op school? Nee, wel nee. Dat is wel gebleken. Maar ik zat met die rugbier. Ik dacht dat dat dan met IE was. Nee. 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 Het is rugby en dan ER. Helaas. Ja. Jullie hebben ook 90 seconden. Ja. En de tijd loopt. Abonnee. Abonnee. A. B. O. De N. Ja. Nog een N. Ja. E. E. Ja, goed. Verrukkelijk. Verrukkelijk. V. E. R. R. U. K. E. Nee, nee. K. 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 Pyjamaatje. Pyjamaatje. P. Y.
A. Nee, J. J. Pyjama. Oh, J. De J. Ja. Oelewapper. Oh, oelewapper. O. E. L. L. Nee. Nee, één L. Mokka. 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 M. O. C. Nee, dubbel K. Fokken weer. Fokken weer. Wat zei je? Fokken weer. Fokken weer. Fokken weer. Nee. O. Wat zei je? Fokken weer. Fokken weer. K. Ja. K. E. W. Nee, er zit nog een N tussen. Bedweter. Bedweter. B. E. T. W. E. T. E. R. Ja, die is goed. Reliquie. Reliquie. Ja. R. E. L. Reli... E-I? Q? Nee, K. Of een K? Buschauffeuse. Buschauffeuse. B. U. S. Buschauffeuse. C. H. A. F. Nee. Nee. U. Ga door. Volgende woord. Oh, sorry. Saillant. Saillant. Van Saillant detail. Van Saillant. Nee. Saillant. Saillant. Dat is een croissant detail. Zo goed. Hebben wij er ook twee? Hebben wij er ook twee? Jullie hebben er ook twee. Yes. Ja. Ja, nou ja. Ja, nee. Ik zou een extra vraag doen. Ja. Omdat we een gelijke stand hebben, allebei twee punten. Eén vraag, jullie mogen alleen de captains mogen antwoord geven. Oh. En als je het weet, drukken is het antwoord goed. Gaan de kussens jouw kant op? Heeft Leo het goed? Gaan de kussens die kant op? Welke bekende hitlijst is elk jaar tussen kerst en nieuwjaar te horen op NPO Radio 2, Jeroen? Top 2000. Ja, dat is goed. Yes! En dat levert... Kussen. Nee, er wordt niets gekust. Er wordt zeker... Nee, een kussen. Je krijgt een kus. Ik moet heel streng zijn in deze tijd. Linda. Goed, dat betekent dat de familie Simmelink dus naar huis gaat... met 5 lekkere nieuwe kussens. Hey. Zij heeft tijdens de lockdown enorm furoren gemaakt. 10.000 volgers heeft ze op YouTube, op Instagram... waar ze haar passie voor muziek deelt met al haar fans. Iedereen wil er. En wij hebben er. Geef er een heel groot applaus. Orgel Joke. Oh, wat heerlijk. Zo is ze hier naartoe gekomen, hè? Geweldig! Mooi! Dankjewel, Joke! Wat goed! Had u dat verwacht, dat dit nog ging gebeuren, zo'n muzikale carrière? Nee, had ik zeker niet verwacht, want ik doe even mijn leesbril af. Ja. Maar ja, je zet iets op, mijn zoon zet iets op Instagram, gewoon voor de grap eigenlijk. Kenden jullie het repertoire van Joke? Niet al het repertoire, maar ik heb bijna al haar platen. Had jij het gezien, Leo? Ik heb het zeker gezien. Ja? Ik heb het meermaals bekeken en beluisterd. Wat leuk. Leuk. Mooi hoor, Joke. Ja, ik doe mijn best. Goed, bijna dagelijks studeert Joke op nieuwe hits. En die vertolkt ze op haar geheel eigen wijze, op haar orgel. En dat gaat ze dus nu ook doen. En als jullie denken wat zij speelt te herkennen... en daar mogen jullie weer bij helpen, hè, families... dan mogen jullie drukken voor 2 punten. Maar je moet ook de oorspronkelijke artiesten bij noemen. Hè? Het is niet, van dat nummer en dan orgel Joke. Je kan niet zeggen orgel Joke. Nee, je kan je niet zeggen. Je wil gewoon de echte artiest horen. Goed, bril weer op. Bril weer op. Bladmuziek. De rhythm sexy kan aan. Kan ik nog? Ja hoor, doe maar. Nou, dat ging zo snel. Ja, André Hazes met... Ik weet het. Nee, ik weet het. Je weet het niet. Nee, ik weet het niet. Het is niet ik weet het. Ik weet het. Dus de punten gaan naar Jeroen. En we gaan het even spelen, hè, met z'n allen. Ah, ik meen het. Ja. Met de band. Ja. Zo blij. Ik moet je zeggen.
Ik vind de mooiste zin nog steeds. Ik was jaren vrijgezel, zat dan alleen in een hotel. Die vind ik fantastisch. Dankjewel. Nou, Joke ook, hoor. Ik weet het ook heel erg leuk. En ik ben eten. Ik meen het, moest het zijn. Dus sorry, de punten konden niet naar jou, Dennis. Maar we hebben genoten van Joke. Komt u volgende week weer? Ja, zeker. Ik vind het echt heel gezellig. Dus dankjewel. U gaat een nieuw liedje instuderen. Gaan we doen. Zien gaan we u volgende week weer. Tot geef er een groot applaus. Orgel Joke. Joke. De volgende prijs waarvoor wij spelen is, en het is echt heel toepasselijk, een kaas. Een kaas, maar niet een kaasje. Zo'n hele unit van 12 kilo ruim. En wat is het spel dat daarbij hoort? Dat lijkt me logisch. Er is over nagedacht. Kazen werpen. We zoeken een plaatsnaam. En wie hem denkt te zien, mag drukken voor 1 punt. En daar mogen jullie allemaal bij helpen. Hè? Jullie mogen helpen, ook bij het kazen plaatsen. Als het correct is, dan mag je de kaas op de kaart van Nederland leggen. En als die de plaatsnaam raakt, dan scoor je er nog eens 2 punten bij. Is het helemaal duidelijk? Ja, ja? Oké, dan komt hier de eerste. De plaatsnaam. Succes. Als je het ziet, meteen drukken. En het gaat dus om een kaas van 12 kilo voor een van de families. Jullie mogen helpen, hè? Oh, Leo heeft gedrukt. Ik denk Doetinchem. Ja. Nee. Jij denkt Doetinchem. En dat is correct. Lekker. Dus, lekker. Goed, hoor. Leo, kom maar langs en pak mijn stok. Kaas. En schuif de kaas op de plek. Het is allemaal heel coronaproof, hè, met die stok. We gaan niet allemaal die kaas aanraken. Daar? Waar? Ja, klopt dat? Ja, een beetje. Niet zo mooi. Niet zo mooi. Stop, de tijd is om. Zet de stok maar terug. Oh, ja, sorry hoor. Ik weet dat je eerste keer is, maar nu doe je het gewoon expres. Nee. Moet je wegliep, jongen, ik zie dat toch. Moet ik hem terugleggen, Jeroen? Ja, liever wel. Goed, nee. Oh. Hij blijft daar liggen en we gaan kijken of de kaas de rode stip raakt. Laat maar zien. Oei. Jeetje, de kaas lag iets te ver in het noorden, Leo. Helaas, geen 2 punten, maar wel 1 voor het raden van Doetinchem. Ja, zeker. We gaan de volgende plaatsnaam raden. Daar komt hij. Een R. Een A. Of het erg. Ter haar. Kerkrade. Dennis. Kerkrade. En dat is goed geraden. Dat is 1 punt. Uitstekend. En Leo, je mag de stok weer pakken. Ja, we mogen niet wisselen. Ja, maar dit is corona en jij hebt de stok aangeraakt. Dus jij moet de kaas neer gaan leggen. Ik kan hem desinfecteren. Nee. Dat is het sinaas dit. Ga je gang. De tijd loopt. Ga je gang. Ik laat hem hier liggen, Linda. Ja, ik weet dat Kerkrade ongeveer daar ligt. Maar raakt de kaas de rode stip? Dat is de vraag. Dat is een vraag waar iedereen zich mee bezig had. Precies. Ik denk dat het heel nipt is. We gaan even kijken. Wat scheelt het? Ja, nou. Zo klein stukje. Ja, maar in echt is dat 70 kilo. Maar raakt Goed, de derde plaatsnaam, jongens. Komt-ie. Het is een moeilijke. Leo. Krabbedijk, Linda. Krabbedijk, inderdaad, Leo. Dat is correct. 1 punt erbij. Krabbedijken. Ja, Krabbedijken, natuurlijk wel. Krabbedieken, zeggen ze zelf. Ja? Ik leg even die kaas erop, dan weet je waar het ligt ook. Okay. De tijd loopt. Zeeland, ja. Krabbedijken. Ik ben heel benieuwd. Inderdaad, in de provincie Zeeland. Maar raken ze elkaar? Laat maar zien. Nee. We gaan naar de volgende, de vierde alweer. Het zou lekker zijn als jullie hem eens even hebben. Ja, of niet. Hè. Snap je? Je hebt het niet in de hand, Linda. Het is wel weer een moeilijke, maar daar komt hij. Fressel Deuven. Zo. Ik kijk meteen weer. Ik hoor niks, jongens. Ik hoor niks, nee. En ze zien het gewoon nog niet. Het is ook een moeilijke. Jezus. Zo, wat is dit, joh? Ligt het in Nederland? Ja,
Zeg het maar. Hippolytus Hoef. Ja, dat precies. Is goed. Uitstekend. Eén punt erbij. Waar ligt dat? Heel goed, Helene. Hippolytus Hoef. Succes, Jeroen. De tijd loopt nu. Noord-Holland! Ja. Nee, ik bedoel... Wat riep jij allemaal? Ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee, joh. Nee, jullie wisten het wel. Het had noordelijker gemoeten. Aan de kust. Weet je dat het bijna ondoenlijk is om hier te stellen? Het ligt, volgens Arjan aan het water. Dat klopt. Ja, nou, we gaan kijken aan de kust. Of de kaart de plaatsnaam de Kaas raakt. Zie je, ik ging daar helemaal naartoe. Ja, je had iets noordelijker gemoeten. Ik was er. Maar goed, ik liep je hebt een punt gescoord. Je hebt een punt. Ja, maar nou, wacht, je hebt dat gedaan. We gaan naar de laatste, jongens. Ja. En het zou lekker zijn als jullie alle drie die punten even pakken. Want ze staan behoorlijk voor. Ja, joh. Okay, het is maar een spelletje, Linda. Ja, dat is waar. Dat is wel waar, ja. Ja, snap je? Dat is allemaal zo bloedserieus. Ja, dit en dat. Dat is ook niet leuk. Mensen hallo, thuis. Hallo, we hebben letters. Oh. Maar het klopt wel, Jeroen. Ja, wat jij zegt, Leo. Helene ziet het. Nee, dat dacht ik. Stavoren. Nee, dat is niet goed. Oh, wat jammer. Het is Staphorst. En dat betekent dat de punten naar jullie gaan. En dat jullie ook nog eens de kaas op de goede plek mogen gaan. Jezus, wat gaaf. Nou, doe je best. En luister naar, naar je teamgenoten. De tijd loopt. Rente. Rente. Lekker subtiel op de antwoord. Tij hard. Staphorst. Nee, joh. Oh. We gaan kijken of de kaas de plaatsnaam raakt, want dan scoren ze nog eens 2 punten. Nou, nee. Oh, wat ging het slecht, hè, jongens? Ja. Kaas. 4 punten voor Leo, 1 punt voor Jeroen. En dat betekent dat er een kaas van ruim 12 kilo naar Utrecht gaat. Die kan nog spelen kaas eten en daarna heel veel poepen. Terwijl zij lekker onderuit op een kussen kan liggen. Goed, de volgende Hollandse hit staat op het programma. Een correcte titel en artiest leveren 2 punten op. Dus doe je best en roepen, hè. Kom op. Dennis. Dennis heeft gedrukt. Total Touch met Samaria Slabber. Ja, nu is die goed. Ja hoor, 2 punten voor het team van Leo. We gaan hem zingen. Stand ziet er als volgt uit. 7 punten op de teller van het team van Jeroen. En 19 punten op de teller van Leo. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. We hebben vandaag gezongen voor onze Gabi. Die is deze zomer 34 jaar geworden. Ja. Maar we vinden dat je nooit genoeg feestjes kunt vieren. Dus we doen het nog een keer. Laat Rutte het maar niet horen. We zitten ook al met z'n 7 in de kring. Oh, dat mag niet meer. Nee. Maar jawel, 1,5 meter afstand. En handschoentjes aan. En zwaaien naar de mensen. Ja. Wat ontspant u maar even. Dat, zo voelt het een beetje. Ja. wij gaan het vieren met een als taart verklede bom. En die komt tot ontploffing na 4 minuten en 44 seconden. Zolang hij tik-tak hoort, leef je nog en stel ik allerlei vragen. En bij een goed antwoord geef je hem door. En elk goed antwoord is ook een punt waard. En het team dat de bom niet op schoot heeft als hij ontploft, wint deze ronde. Bovendien gaat dan het verjaardagscadeau naar hun familie. En onderschat hem niet, die prijs, want ze worden steeds mooier. Oh. We hebben het over een heuse robotstofzuiger. Meen je niet? Linda, die het stofzuigen geheel van je overneemt. Je hoeft alleen nog maar, zeg maar, je voeten op te tillen en dan stofzuigt hij zo onder je door. Oh. Goed, we gaan de bom op scherp zetten en we beginnen bij Gabi. Ja. De tijd loopt. Met welke vogels ga je spreekwoordelijk op stok als je vroeg naar bed gaat? Pas. Met de kippen op stok. Oh. Uit welk land komt het biermerk Corona?
weet het echt niet. Pas. Mexico. Oh, ik weet het echt niet. Kijk even naar deze foto. Hoe heet deze zanger die dit jaar Nederland zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival? Oh, heet hij nou? Oh, ik moet dit toch weten? Nee, ik weet het niet. Jean-Guy Macroy. Ja. Is Dick Bruna's Nijntje Pluis een jongetje of een meisje? Een jongetje? Nee, een meisje. Oh. Noem één van de 5 juryleden van het SBS6-programma We Want More. André Hazes? Ja, nou, eindelijk. Ja, hoor. Patrick, met hoeveel koppels wordt een traditioneel potje klaverjassen doorgaans gespeeld? Klaverjassen 6? 2. Welk woord kan zowel een bloem als schilfertjes op je hoofdhuid betekenen? Roos. Ja, dat is goed. Dennis, wat is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant? Den Bosch. Ja, dat is goed. Zelf een bos. Heleen. Hey, officieel. Welk soort knuffeldieren werden tijdens de lockdown massaal voor het raam gezet, zodat kinderen... Beren. Ja, beren, teddyberen. Over welke bekende oud-voetballer schreef Kees Jansma een biografie? Snijder, Wesley Snijder. Jazeker, dat is goed. En dan gaat hij naar Jeroen, hè? Wat leuk. Goed. Waarvoor staat de afkorting BSN in het BSN-nummer? BSN? Ja. Dat is belastingsyndroom Nederland. Nee, het burgerservice-nummer. Precies. Oh, ja. Kijk even naar de foto. Wie schilderde deze slaapkamer? Dit is Barry Haanstra. Nee, Vincent van Gogh. Precies. Welke rapper zat met zijn vriendin en zoontje Leo Zion 2 maanden vast in Dubai vanwege de coronacrisis? Ja. Welke rapper? Noem een rapper, man. Lil Kleine. Ja, Lil Kleine, ja. Gabi. Ja. Hoe heet de denkbeeldige vriendin tot wie Anne Frank zich hoofdzakelijk richtte in haar beroemde dagboek? Oh, wat erg. Lieve... Oh ja, die weet ik. Ja, ja. Ja, Kitty. Ja, maar ja, dat zij moest het zeggen. Maar oké, Kitty. Onder welke afkorting kennen wij de handhavers die dit jaar veel in het nieuws waren wegens gebrek aan verdedigingsmiddelen? Oh, wat erg. Ja, ik weet het toch. Nee, ik weet het niet. Onder hoeveel ogen vindt een vertrouwelijk gesprek tussen 2 personen plaats? Onder hoeveel... 4. Ja, dat is goed, Patrick. Aan welke krant is misdaadjournalist John van den Heuvel al sinds 1990 verbonden? Telegraaf. Ja. Welke stad wordt in het officiële Nederlandse telefoonalfabet gebruikt voor de letter U? Utrecht. Ja, dat is goed. Helene, hoe heet dit type vervoermiddel? Een scootmobiel? Ja, dat is goed. Welke zangeres, Leo, is bekend van de hits Op Me Money, Fan en Vroem? Dat is Samantha van Koster. Nee. Ja, dat pak ik ook. Dat is Famke Louise. Check even. Wie? In welke, Famke Louise, in welke schaatsdiscipline won Suzanne Schulting in 2018? Short track. Ja, dat is goed. Oh. Geef maar aan mij. Geef maar aan je. Nee. Voor hoeveel jaar wordt een burgemeester in Nederland benoemd? 7 jaar. Nee, 6 jaar. 6. Zet de 3 dochters van Willem-Alexander en Maxima op volgorde van leeftijd en begin met de oudste. Waar staan ze? Dan zet ik ze op volgorde. Ik heb geen idee. Nee, daar ga je eens beginnen. Amalia, Alexia en Ariane. Hoe heet het bekende opvangcentrum voor onder meer zeehonden op het... Pieterburen. Nee, Ecomare. Zeg 3 keer foutloos. Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt? Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt? Nog 2 keer. Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt? Nog 1 keer. Nee. Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn jeukende neus jeukt? Ja, dat is goed! Gabi, in welke kleur kunnen grijze vinkjes op WhatsApp veranderen als de... Blauw! Ja, dat is goed! Blauw. Nee! Ja, Pet! Nee. Ja. Hoe noemen we een fiets die door de politie wordt ingezet om fietsdiefstallen terug te dringen? Pas! Pas! Een longfiets! Hoeveel poten heeft een spin? 8! Ja! Nee. Nee. Hoe heet dit elektronische speelgoedbeest dat eind jaren 90 een raasje was in Nederland? Oh, Furby! Ja, dat is goed, Helene! Op welk boek van de Nederlandse schrijfster Tonke Dracht is de Netflix-serie Letter for the King gebaseerd? Brief voor de koning. Ja! Leo! Nee. In welke provincie ligt het meest oostelijk gelegen puntje van Nederland? Dat is in de provincie. Nee, 900 kilo kaas! Nee! Dat was in de robotstofzuiger. Oh, sorry. Het is een robotstofzuiger. Precies! 900 robotstofzuiger. Ah, maar wat lullig. Weet je, de eerste keer dat je meedoet en dan ploft meteen de bom bij jou. Dat is ook weer goed. Het is ook goed. Dat is een paar keer gebeurd. Ga die stofzuiger maar halen, want het is een... Maar goed, jullie hadden 9 punten. En inderdaad, die robotstofzuiger kan wel even langskomen. En hij gaat naar jullie, familie Simmelink. Gefeliciteerd. Hey. Oh, stop, stop. Yeah.
gaan even naar de tussenstand kijken. Want die 8 punten die erbij komen voor het team van Jeroen maken natuurlijk een groot verschil. Ja, indruk ook. Ja, het wordt heel spannend, jongens. Ja. 15 punten voor het team van Jeroen en 19 voor het team van Leo. En we gaan onze I Love Holland Band met special guest star Edwin Evers weer aan het werk zetten. Ze spelen een hele grote hit. Als je hem herkent en je weet dan ook nog de titel en de artiesten noemen, dan pak je 2 punten voor je team. En jullie mogen weer meehelpen, hè? Ja, er is gedrukt door Jeroen. Mouth en McNeil met How Do You Do? Ja! Voor een van de 2 families in de huiskamers is een wel heel begeerlijke. Wij gaan namelijk spelen voor een heuse tafeltennistafel. Oh. Hey. Hij is opklapbaar, maar toch in officieel wedstrijdformaat met zwenkwielen, you name it. Hij heeft het allemaal. En het enige dat de teams hoeven te doen is elkaar aftroeven. We spelen namelijk de Hollandse rijtjes. En dit is voor de stand een lekkere ronde, want er zijn heel veel punten te scoren. Zeker. Jeroen mag beginnen, maar het team van Leo mag eventueel overbieden. Okay. Jeroen, kom. Linda. Ja. Corona beheerst ons leven in 2020 en wij vroegen 100 Nederlanders. Welke dingen, let wel dingen, dus niet mensen, heb je het meest gemist tijdens de lockdown? Dingen die je normaal gesproken deed, waar je naartoe ging. Wat heb je het meest gemist? Okay. En wij zoeken de 20 meest gegeven antwoorden. Ja, 20. Oké. Okay. Nou, een beetje op afstand. Misschien concert. Ja, concert. Niet te dichtbij, hè, jongens. Het is corona. Bioscoop. Ziekenhuisbezoek. We zijn eruit. Leo. Ja, wij zijn eruit. Of minder. Ja? Wij zeggen 12. 12? Ja. Zo. Dat is dapper. Hey, ja, en nu komt de verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Ja, nou, ben je, ja. Dit is dus wat het betekent om teamcaptain te zijn, precies, Leo. Precies. Jij maakt die keuze nu. Nu komt het erop aan. Hè, want ze hebben allemaal een mening, maar jij beslist, Leo. Snap je? We zeggen meer. Oh! Oh. Oh. Ja? Oh, tenminste, ik. Ja, dat ook. Ik ben de captain. Hoppa! Ja, dus jullie gaan voor 13. Let's go. Ja. Om de beurt antwoord geven. We beginnen bij Gabi. Als je het niet weet, meer zeg je pas. En wacht even tot ik een antwoord goedgekeurd heb of afgekeurd heb. Daar gaan we. 1 minuut de tijd. Wat hebben de Nederlanders het meest gemist tijdens de lockdown? De tijd loopt nu. Gabi. Uit eten gaan. Uit eten. Restaurants is goed. Wisselende seksuele contacten. Seks en daten, dat is correct, Leo. Dat hebben ze gemist. Concerten. Concerten en festivals is 1 antwoord. Kapper. De kapper, natuurlijk, Leo. De sportschool. De sportschool en de sportclub. De sauna. De sauna was ook dicht. Nagels. Ja, ja, nou, nagels op zich niet, maar schoonheidsbehandelingen. Ik heb nagels. Ja, Leo. Omhelzen, knuffelen. Ja, is goed. Ja, Dennis? Vakantie. Vakantie is correct. Nog 4. Hoppa. Oh, pas. Oh, Leo. Reizen valt onder vakantie waarschijnlijk. Ja, dat valt onder vakantie. Dan zeg ik pas. Samen zijn, samen scholen. Nee. Nee. Zoenen. Nee. Nee. Zonnebank. Nee. Oh, ik ga verschrikkelijk door de mand vallen. Ja, jongens, jullie komen de 4 tekort. Shit. Even kijken wat de andere antwoorden waren. Bioscoop en theater. Oh. Feestjes en verjaardagen. Nee, massages, museum. Pretpark, dierentuin, sportprogramma's en wedstrijden op tv. Die hadden wij allemaal. Een werk. Mensen hebben hun werk gemist. Heb jij je werk niet gemist, Leo? Ja, nee. Wel. Ja, een beetje wel. Ja, meer dat zwembad heb ik heel erg. En winkelen, dat kon je natuurlijk ook niet. Dat waren de goede antwoorden. En dat betekent dat er maar liefst 13 punten op het konto van Jeroens team geschreven kan worden.
Maar Leo, we zijn er nog niet, want er is nog een rijtje. En dit keer mag Leo inzetten en moeten jullie zeggen of jullie daar overheen durven gaan. Guus is er helaas niet meer bij dit seizoen. Maar we kunnen nu wel een leuke vraag over zijn muziek stellen. Namelijk over zijn eerste nummer 1 hit, Het is een nacht. En het woord nacht is daarin een zelfstandig naamwoord. Jullie weten allemaal wat een zelfstandig naamwoord is. Mm-hmm. Als je er de, het of een voor kan zetten, is het een zelfstandig naamwoord. Nacht is daar één van. En wij zoeken de andere 23 zelfstandige naamwoorden uit de hit. Het is een nacht. 23? Ja, ja. Hoeveel denken jullie er te weten? Hoe goed kennen jullie dat liedje? Kom op, hè, Sari en Bas en Anouk, roep wat. Van jou of van mij kunnen zijn. Het gaat om een tafeltennistafel. Trein. Avond, nacht, schemering, radio. Oké, dit was hem. Leo, hoeveel zelfstandige naamwoorden uit de hit van je beste vriend kun jij opnoemen? Wij spelen voor 13. Oké. Ik zong altijd maar tot 8 mee. Dus 13 is eigenlijk... Nee? Nee, wij denken ook dat het met tijd te maken heeft. 12, 13 is zeg maar de magische grens. Als je meer gaat doen... Als je ze weet, kun je ze zo... Als je ze weet, ook niet. Ik heb dit best wel net zoveel als jij eigenlijk programma gedaan. Dus ik weet dat meer dan 12, 13, 14, 15 wordt al bijna onmogelijk. Toch? Dus jullie mogen het doen. Ja, oké. Okay. Oh, goed, 13. Concentreer je. 1 minuut de tijd. Gabi begint. Als je het niet weet, snel pas zeggen, Leo. De tijd loopt nu. Je vraagt op sigaret. Sigaret is goed. Het is 2 uur, zoals we liggen in bed. Bed is goed. Radio. Radio is goed. Hotel is goed. Stad. Stad is goed. Wijn. Ja, dat is goed. Ja. En die lag op de vloer. Vloer is goed. Films. Films, ja, is goed. Kledingstukken. Kledingstukken, Gabi, is goed. Schemering. Schemering. Ja, nee, we weten niet. Ja. Jij gaat in de nacht. Hebben we al gehad. Leo. En dit lied. Lied. Ja. Nog 2. Nog 2, jongens. Pas. Zeg pas, Dennis. Pas. Ja, niet zo dichtbij. Gabi. Stop. Pas. Woorden. Woorden, ja. Pas. Sterren. Zet, wat? Sterren. Sterren? Nee. Oh. Nee. Pas. Woorden. Pas. Leo. Pinkpop. Scène. Ja, scène. Ja. Ja, je hebt ze gehaald. Nou, ja. Leo Alkemaden. Ja, dat is toch mijn vriend? Ja, nee, natuurlijk. Maar wat goed, man. Echt heel knap. Even een applausje, want ik vind het echt heel goed. Uitstekend. En Guus is trots op jou, hè? Guus is echt trots op jou. Ja. Alleen, ik denk dat Guus ook al jouw nummers uit zijn hoofd kent. Nu heeft het vervelende voorval zich voorgedaan dat er wederom een gelijke stand is. En het gaat om een tafeltennistafel. Dus ik ga jullie een vraag stellen. Alleen de captains, Leo en Jeroen, hand bij de knop. Welke achternaam delen televisiepersoonlijkheden Sonja, Frits en Barbet? Dit kan echt niet. Leo was het snelst. Sorry. Met mijn kin. Zeg het maar. Barend. En dat is goed. De tafeltennistafel gaat die kant op. Tafel pingpong. Hebben jullie er genoeg plek voor? Ja? Ja, mooi zo. Nou, gefeliciteerd. We gaan eens even kijken naar de tussenstand. En jongens, het is me toch een potje spannend. Echt niet normaal. Voor mij niet meer, Linda. Het team van Jeroen heeft 30 punten op de teller. En nipt aan de leiding het team van Leo met 32 punten. Ons trouwe huisorkest zit klaar om de laatste hit in te zetten. Voordat we met z'n allen naar de finale gaan. Help jullie teams, hè, als jullie het weten. Je mag het gillen. Het gaat om 2 belangrijke punten. Dus Ronald, take it away. Gebrukt, maar het was een moeilijke, zeg het maar. Whalen met Wicked Whale. Ja, dat is goed. Ja, 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 2 punten erbij. We'll be right back.
bent, jongens. Dank jullie wel. Goed, we gaan naar de tussenstand kijken voordat we naar de finale gaan. Het is echt, echt bloedspannend. Wel leuk dat meteen bij je eerste aflevering zo'n klein verschilletje is. 30 punten voor Jeroen, goed gedaan. Dank en 34 punten voor het team van Leo, uitstekend. En met die stand gaan we met z'n allen naar de eerste grote finale. Finale, jongens. De eerste finale van het seizoen. En misschien wel leuk om even op te noemen wat de families gewonnen hebben. De twee stellen uit Utrecht. Jullie hebben 500 toiletrollen. Jullie hebben een spellenpakket, een kaas van 12 kilo en een tafeltennistafel. Yes. Maar jullie komen er ook niet heel bekaaid af met 5 lekkere nieuwe kussens en een robotstofzuiger. Ja, ook niet gek. Maar ja, het gaat natuurlijk om die barbecue, hè? Tuurlijk. Goed, om en om moeten de teams een antwoord geven waarna het concurrerende team hoger of lager moet zeggen. Als het goed is, mag je aan het rad draaien en het getal waarop het rad tot stilstand komt wordt bij de score opgeteld. We beginnen met het team met de hoogste score. En dat is op dit moment het team van Leo. De eerste vraag gaat naar jullie. Deze coronacrisis lijkt eeuwen te duren. Maar de vraag is, hoeveel dagen is het geleden sinds toenmalig minister Bruno Bruins de eerste coronabesmetting in Nederland meldde? Het is vandaag zaterdag 29 augustus. En wij rekenen zowel de dag dat het bekendgemaakt werd mee als deze dag, 29 augustus. Hoeveel dagen? Ik dacht... Ik weet het. Ik ga even kijken wat zij zeggen. Zit je te tellen, Bas? Je moet rekenen tot 29 augustus. Het is minder, denk ik. 6 maanden geleden. Ja, dus goed. Ja. Leo. Wij denken minder dan... Nee. Ik wil graag een concreet getal horen. Ja. Hoeveel dagen? Wij denken precies... 175. 175 dagen, Linda. 175 dagen, Leo. Ja, wij denken net iets hoger. Net iets hoger. Ja, zaten we 180 zaten. Okay. Tenminste, ja, dat is Arjan. Dat is 5 dagen meer eigenlijk dan wat wij hebben. Als je het echt uit je hoofd doet, inderdaad, 5 dagen. Vijf Leo. Dagen meer. Goed, Leo zegt 175 dagen. En Jeroen en zijn team denken dat het meer is. Het was op 27 februari, middels het bekende briefje van Bruins, tijdens het programma Het Coronavirus, Feiten en Fabels met Rob Trip. En dat is nu, exact als we deze dag meerekenen, 185 dagen. Dus Jeroen mag aan het rad draaien. En Leo, dat is gevaarlijk. Want dat kan hij normaal gesproken heel goed. Maar je weet niet wat er gebeurd is, hè? Precies, je bent wel een beetje... Kom op. Oh ja, ja! Oh, nee. Ja. Oh, maar zie je hoe dichtbij? Het scheelt niks. Nee, maar dat is bij mij heel vaak. Ja, het was bijna gewoon meteen bam, 50 punten. Maar spannend, de schade is beperkt. 1 puntje erbij voor het team van Jeroen. En dat maakt het nog spannender dan het al was. Want nu heeft Jeroen 31 punten en Leo 34 punten. Oh! Hey, ik hou van Holland. De tweede vraag gaat naar Jeroen. Ja. Een van de bekendste manieren om een rekening te delen, en daar zijn wij dol op in Nederland, op rekeningen delen, is via de app Tikkie. Oh ja. Bij hoeveel procent van de verstuurde betaalverzoekjes via Tikkie gaat het om een bedrag van minder dan 5 euro? Jezus. Bij hoeveel procent? Hoeveel procent minder dan 5 euro? Nee, dus ergens tussen 0 en 100. Ja, nee, ik denk, dan zul je zien dat het heel hoog is juist. Ja? Ja, dat is echt iets Nederlands volgens mij. Om te zeggen, ik krijg nog 3 euro van jou. Weet je, dat soort dingen. Ja. Wat denken jullie? Hoeveel? Ik denk heel hoog. Gewoon biertje, doe maar even een tikje sturen. Nee, wat, hoeveel zet jij? Maar grote mensen geven gewoon flappen geld. Die gaan, die goed, Jeroen. Tikkie. Ja. Ik wil het van je horen. Ga ik iets heel geks doen? Ja? 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 Mag maar wat zeggen. Ja. 28%. Oeh. 28%. Nee. Snap je? Even die mensen in de bar brengen. Ja, want zij zeiden minder of meer? Ik 27. Denk meer. Wat zeiden ze? 27. 27. En ik denk, bam! Meer? Weet je, één erbij. Ik mij het geven.
Want daar ben je captain voor. Ja, ik ben een beetje in dubio. Want ik zou graag zeggen hoger. Veel hoger zelfs. Maar dat mag jij. Doe maar. Ik ben wel captain. Jouw verantwoordelijkheid. Het gaat om jullie barbecue. En wat zeggen jullie? Wat denken jullie? Hoger dan 50? Bas en Sari, wat zeggen jullie? Hoger. Meer? Hoger. Nee, maar daar staat ik tenminste achter. Oké. Dus, 28% zegt Jeroen. Wat zegt Leo? Ik zeg hoger, Linda. Hoger. Echt? Goed. Echt niet. Er worden gemiddeld 246.084 tikkies per dag betaald. Ja, die had ik goed. En het gemiddelde bedrag is €34,48. Okay. Maar hoeveel procent gaat het om een bedrag van minder dan €5? En het goede antwoord is 10,8%. Oh! Ja, dus Jeroen mag weer draaien. Het is niet anders. Jij zegt 60%. Ja, ik dacht 60%. Linda, vind je het goed? Ik ga draaien. Ja, joh, ga maar lekker draaien. Ja. Komt-ie. Het wordt wel beter. Van 1 punt naar 11 punt. En met 11 punten erbij hebben we een hele nieuwe stand. 34 punten voor het team van Leo. En aan de leiding Jeroen met 42 punten. Barbecue. Ja, nou ja, en ze hebben nog geen barbecue. Dus het is echt wel heel vervelend wat hier gebeurt. Maar, zij hebben toiletpapier. Snap ja, dat is waar. Ja, je moet het zo zien. Geven en nemen. En een kaart. We gaan naar de laatste vraag, jongens. En de 100 punten komen erbij. Maar ook dat verschrikkelijke bordje waarop staat alles kwijt. Dat geldt overigens niet voor de prijs. Hè. Zo lullig zijn we niet. Dat je dan alles in moet leveren. Zal wel leuk zijn. Nee, dat doen we niet. Je bent alleen al je punten kwijt. En dan heeft het andere team gewonnen. Zo simpel is het. Die laatste vraag die gaat naar het team van Leo. Waarom heb ik deze handschoenen aan eigenlijk? Omdat je aan de rand zou moeten draaien. Maar dat is nog niet gebeurd. Daarom heb ik er maar één aan. Speciaal voor onze nieuwe teamcaptain hebben wij deze laatste vraag bedacht. Oh, leuk. Hoeveel jongens in Nederland kregen vorig jaar de voornaam Leo? Zo. Is dat niet leuk om te weten? Dat vind ik wel leuk om te weten. Ja. 4%. Nee, ik wil weten hoeveel absoluut jongens. Absoluut getal, dus niks procent. Zet hem op, Leo. Ja, succes. Ja. Overleg maar even. Kan je dat nou? Kan iemand even... Ja. Is het een populaire naam? Dat is de vraag eigenlijk. Ik denk echt... Nee, Dennis, denk je niet? Ik denk dat het wel weer een beetje hip die naam. Ja, Leo, ik denk helemaal geen Leo. Nee, ik ook niet. Ik heb nog nooit gehoord dat er een Leo... Ik denk echt... Nee, ik weinig denk. Hoeveel kinderen worden per jaar geboren? Ik denk weinig. Ik zet 200 dan. 400. Nee, dat is te weinig. De 250. 280, dat is hem. Nee, ik ga wel iets hoger zitten. Nee, ik weet dat 380 zit te vinden. Goed, ik ben wel benieuwd. Wat is het? Ja, ja. Wat doen we? Zeg het maar, Linda. Dat zou ik daarna zeggen. Ja, 300, 300 Leo? 300. We spelen voor 300 kleine Leo's. 300 Leo'tjes. 300 babytjes die Leo heten. Goed. En nu wil ik van team Jeroen weten. Niet te dichtbij, Helene. Hou een beetje afstand. We hebben even overlegd. En wij hebben uitgerekend dat in Nederland helemaal niet zo heel veel jongens, babytjes geboren worden. Ik niet die Leo. In verhouding van die anders heten dan Leo. Dus we hadden zoiets van minder. Ja, dat denk ik ook. Minder dan 300. Ja. Ik ga het goede antwoord geven. Er zijn vorig jaar exact 67 jongens geboren. En dat betekent dat je je handschoentjes uit kan doen. En dat je moet hopen dat hij alles kwijtdraait. Want anders hebben... 100? Zo'n 100 doen? Goed. Of 50? Anders heeft de familie Simmelink gewonnen. Komt-ie! Heb ik voor jou gedaan, hè? Yes! Zo, wat een kans! Hoe is dit hier gebeuren? Hoe is het mogelijk? Nou ja, Leo, als dit een beetje representatief is voor hoe het met jou gaat dit seizoen, dan gefeliciteerd! De barbecue gaat naar jullie, jongens, in Utrecht. Gefeliciteerd! Ik dank ons.
onze gasten van vanavond. De Captains en natuurlijk de band Edwin Evers. Dankjewel dat je er was. En u thuis, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Dan hebben we onder andere Anita Beijer en Najib Amali te gast. Een heel prettig weekend en tot volgende week. Dank. De hoogste tijd. U hoort het antwoord in een avond gezellig huis. Dag mevrouw.